Oh, goedemiddag allemaal. Wij vieren hier vandaag ons 5-jarig jubileum. En dat doen wij dankzij allerlei klanten en dankzij allerlei leveranciers die hier ook waren. Hier liggen de roots van 1973. Mensen van het NK Glansstof Hoofdkantoor. Die zijn er met gefronste wenkbrauwen. Moet dat echt zo groot worden? Het lijkt wel een bunker. In 2011 hebben we een hele hoop vernieuwd in ons datacentrum. Er staan er 5 grote cool units met cold corridors, volledig gemoderniseerd. In 2007 heeft SEDN de eerste REX in gebruik genomen. Het was toen nog inderdaad AXO Twin Center. Een ander belangrijk feit is dat SOC 2 is gebaseerd op een dienst. We moeten vooral hebben van de zoekmachine. En van harte gefeliciteerd. We gaan feestvieren. We hebben gekozen voor datacenter Arnhem, omdat het bij ons in de buurt is. Wij zijn gevestigd in Nijmegen en Arnhem. We zochten een plek om alle servers bij elkaar te zetten, die centraal te kunnen beheren, beheer te kunnen outsourcen. Datacenter voor ons betekent gewoon dat wij een betrouwbare ICT-dienst kunnen bieden aan de 4 gemeentes waar wij voor werken. We zitten zelf in Nijmegen, dus lekker erbij. We konden geen juist antwoord krijgen bij andere leveranciers. En datacenter Arnhem had de oplossing voor deze partij. Flexibel, snel. Direct contact. Jullie moeten hebben dan eens een telefoontje of een mailtje. Probeer ook vooral te blijven doen wat je nu doet, want dat doe je goed. Blijf vooral zo doorgaan, blijf vernieuwen en blijf je betrouwbaarheid dagelijks weer bewijzen. Kies voor datacenter Arnhem, dat komt zeker goed.